Deze week in Uitidee de Koreaanse keuken. Tussen alle verschillende culinaire tradities die je in Den Haag vindt, is ook de Koreaanse keuken vertegenwoordigd. Vandaag dus All You Can Eat op zijn Koreaans. Traditioneel eten Koreanen aan hele lage tafels, zittend op een kussen. In de Koreaanse restaurants in Europa is dat gebruik meestal losgelaten en staan er gelukkig gewone hoge tafels. De Koreaanse keuken is gericht op de eenvoudige mens en de gerechten zijn veelal gebaseerd op rijst, groenten, vis en tofu. De basis van de maaltijd is doorgaans rijst, soep en kimchi, de beroemde gefermenteerde groenten. Koreaans eten verkrijgt zijn smaak door combinaties van sesamolie, sojapasta, sojasaus, zout, knoflook, gember en het belangrijkste ingrediënt chilipasta. Typisch Koreaanse maaltijden staan bekend om het grote aantal bijgerechten dat de soep, de rijst en de kimchi vergezellen. De bijgerechten zijn belangrijk. 3, 5 en soms wel 12 bijgerechten worden er geserveerd, afhankelijk van de gelegenheid. Op de dinertafel vinden we doorgaans een kom rijst en hete soep. Een set eetstokjes om de bijgerechten te eten en verschillende kleine kommetjes met bijgerechten. Even wat huisregels. Rijst eten de Koreanen niet met stokjes, maar met een lepel. Voor wie het lastig vindt met stokjes is dat dus gemakkelijk. Maar de bijgerechten worden wel gegeten met stokjes. De rijst en de soepkom blijven altijd op tafel staan en worden nooit opgetild. Koreaans eten vraagt in dit restaurant ook wat inzet van de bezoekers. Want hoofdgerechten, zowel vlees als vis, worden door de bezoekers zelf gegrild en vervolgens opgerold in sla. En dat was Uitidee van vandaag met de Koreaanse keuken vanuit het centrum van Den Haag.